beautiful lady. Nee, sorry, het is nog geen weekend. Ik ben gewoon vroeg deze keer. En waarom? Ik heb een verrassing voor je. Je kent de 12 Days of Christmas? Ik heb de 12 Recipes of Christmas voor je. De aankomende 10 dagen, vanaf vandaag tot de 20ste, pas ik elke dag een receptvideo voor je. Waarvan het grootste gedeelte clean gaat zijn. En als je al die video's bij elkaar zet, kan je daar een grotendeels clean kerstmenu mee samenstellen. Dit is gebaseerd op het kerstmenu wat ik vorig jaar voor mijn familie heb gekookt. Dat waren 10 mensen, 8 volwassenen en 2 kinderen. Ik vind het dan heel erg fijn om veel kleine gerechten te maken, zodat het aan ieders dieetwensen voldoet. En weet je, vooral met kinderen, die houden niet zo van heel ingewikkeld eten. Het menu is niet volledig clean, tuurlijk niet, het is kerst. Maar het grootste gedeelte is wel clean. Dus je kan er gewoon uitpikken wat jij zelf het lekkers vindt om te maken. Of je maakt hem helemaal. We eindigen op de 20ste, want dan heb je nog genoeg dagen om boodschappen te doen. En als je net als ik bent, dan heb je die wel nodig. Want ik moet altijd 2 of 3 keer terug naar de winkel omdat ik weer dingen vergeten ben. Dit jaar kook ik niet, maar eigenlijk toch weer een beetje wel voor jou, want ik heb natuurlijk wel de recepten gemaakt voor deze video's. Na de 20ste heb ik besloten om een kerstvakantie te houden tot het nieuwe jaar. Ik hoop dus dat jullie het leuk vinden, want dit is mijn vroege kerstcadeau aan jou. En dan zien we elkaar weer na de 20ste in het nieuwe jaar. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dan krijg je al die 10 video's automatisch binnen. En dan hoef je daar niet verder naar om te kijken. En we gaan natuurlijk beginnen met het voorgerecht. En daar heb je het eerste gedeelte van het voorgerecht. Voor de geitenkaashapjes heb je nodig geitenkaas, wat verse peterselie, wat verse dillen, paprika poeder en amandelen. Voor de geitenkaasbonbons hakken we eerst wat amandelen fijn. En dat doe ik ook met de kruiden. Eigenlijk moesten de amandelen iets grover zijn, maar ja, het is nou eenmaal wat het is, dus dat ga ik gewoon gebruiken. Het maakt er niet minder lekker op. Als je klaar bent, stop je de kruiden en de noten apart in een bakje. Om de balletjes te maken kan je een plak geitenkaas nemen. En het is handig als je hem van tevoren even uit de koelkast haalt, zodat hij niet helemaal hard is. Met Play-Doh kan je er heel makkelijk een balletje van maken. Als je een mooi balletje hebt, dan druk je hem of in de noten of in een van de kruiden. Oké, dan gaan we met het paprika balletje beginnen. Wat je doet is je strooit 1 rechte lijn van paprika, maakt een balletje. Zorg er deze keer wel voor dat je handen schoon zijn, zodat er geen groen op het balletje komt en dat hij heel mooi wit is. En dan rol je gewoon het balletje er doorheen. Hoe mooi is dit? Voor de bladerdeeghapjes heb je nodig bladerdeeg uiteraard, feta en 1 ei. Verwarm de oven voor op 225 graden en bak de bladerdeeghapjes in ongeveer 15 tot 20 minuten goudbruin. Voor de bladerdeeghapjes laat je 10 minuten ontdooien. Ondertussen maak ik de feta vulling. Deze maak je door wat feta met een ei los te kloppen. Bewaar ook wat ei om straks de bovenkant te bestrijken. Bladerdeeg is echt ideaal, want het is super snel klaar, heel makkelijk en bijna iedereen lust het. Zeker als je kinderen over de vloer hebt met kerst, is dit een top oplossing. En dan gaan we de bladerdeeg vullen. Doe er niet te veel in, want het is niet lekker als het eruit druipt. De vellen die je niet vult, die vouw je gewoon op, hoe jij dat leuk vindt. Ik maak er meestal gewoon een rol van, niet heel ingewikkeld of zo. Het bladerdeeg bestrijk je met wat ei, zodat ze straks een mooie kleur hebben. Oké, ze zijn klaar. Je haalt ze uit de oven. De paprikasoep heb ik al eerder uitgewerkt in de video bij de 3 snelle clean recepten. Dit ga ik dus niet nog een keer laten zien, maar kan je in die video terugkijken. Deze keer serveer ik het alleen in kleine shotglaasjes. Voor de pompoensoep heb je nodig een pompoen, wat zout en een knoflookteentje. Voor de pompoensoep was je de pompoen en snij je deze in kleine stukjes van ongeveer 1 bij 1 centimeter. De schil hoef je er niet af te halen. Deze wordt straks zacht bij het koken en na het blenden merk je hier helemaal niks meer van. Wanneer je klaar bent met het snijden van de pompoen, snij je het knoflookteentje er grof bij. Vervolgens giet je hier 1 liter water bij en doe je er ook wat zout in. Het beste is om dit water voor te koken, want dan gaat je soep ook sneller koken. Kook de pompoen op een medium vuur. Wanneer het water kookt, kook je de soep nog 20 minuten of totdat de pompoen helemaal zacht is. Dat hangt even af van je fornuis. Als laatste blend je de soep en serveer het in een mooi glas. Pas op dat je geen te grote portie serveert. Dit had ik namelijk vorig jaar wel gedaan. En toen was het bijna een soort maaltijdsoep, waardoor de mensen al voor het hoofdgerecht vol zaten. Kleine portie is helemaal prima. De pompoensoep en de paprikasoep zijn perfect om een dag van tevoren te maken. Deze kan je heel makkelijk en snel opwarmen. En als hij een dag langer staat, dan trekt er meer smaak in. Doe er tenslotte nog een beetje geitenkaas op. En klaar is Kees.
En dit was het eerste deel van de 10-delige serie van 12 Days of Christmas. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, nogmaals, doe dat dan nu. Want morgen komt de volgende video online. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. In deze aflevering laat ik je een food diary zien van een clean dag eten op reis. Ik weet dat jullie al heel lang een food diary hebben aangevraagd. Ik heb hem ook al...